Disney, wanneer ga je weer vliegen? Dan ga ik nu op zoek naar een goede speler. Het effect na 1 voeding geven. Is wat allemaal, jongens. Een bebe. Zo, hallo jongens. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is woensdag vandaag en we beginnen de dag met de ratslag. Ik heb Jola alleen nog niet bij me. Die ben ik nu aan het ophalen. Ik ben in het dorp van, je kent ze wel, Jan Smit, Nick en Simon. Goh, waar zal ik nou zijn? Anyway, grappig trouwens. Met Nick en Simon heb ik ooit, toen ik danseres was, nog eens het podium gedeeld. Ja, Nick was toen vooral heel leuk nog. Nog steeds trouwens. Ik ga Jola ophalen. Die heeft namelijk net gezwommen als... Oh, dat lijkt me ook zo super leuk om een keer te doen. Gezwommen als zeemeermin, als kinderfeestje. Dus we gaan zo van haar horen wat zij daarvan vond. Hoe was het zwemmen? Heel leuk. Ja? Voel je een echte zeemeermin? Uh-huh. En toen ik ging zwemmen met motortje, zonder staart weer even... Toen was het echt heel gek, want je voelde je echt heel licht weer. Oeh. En het is woensdag en we beginnen de dag met een... Bam bam. Nog even en jij kan ook meedoen. Dat duurt nog eventjes, hè. Ik heb trouwens, sinds Jax er is, super veel was. En dan zou je denken, het zijn toch allemaal maar kleine kleertjes? Ja. Maar ik heb dus ook heel veel was. Van mezelf extra. Vanwege al dat melk wat de hele tijd over je kleding heen broeit. Dit is dus het effect na 1 voeding geven. Oh wacht, is nog niet alles. Hier zit nog meer. Oh wacht, is nog niet alles. Want in de hydrofieldoek die hij bij de voeding had, zit nog meer. En over je lakens. Dus ik heb heel veel schone lakens steeds nodig. Vannacht, ja. Ik wil jullie toch heel eventjes updaten over deze nacht. Ik was namelijk rond... Staat er iemand voor de deur? Zo heb ik alles in de vacuümzakken gedaan. Heb ik ooit wel eens laten zien in de vlogs. En zo zit het nog allemaal netjes bij elkaar. Dit is al mijn stewardessenkleding. Kan ik meteen even antwoord geven op de zo veel gestelde vraag. Disney, wanneer ga je weer vliegen? Nou, Jax is nu 7 weken. Dus dat betekent dat ik ongeveer over een maandje, denk ik, weer ga kijken wanneer ik weer ga vliegen. En dan is het nog heel even aankijken hoe het gaat met de borstvoeding. Want als ik nog volledig borstvoeding aan het geven ben, dan is het heel erg lastig om te vliegen. Omdat het heel erg lastig is om te kolven aan boord. Dat wil ik eigenlijk gewoon niet. En de vorige keer dat ik van Jola terug ging bij het vliegen, toen ben ik dus ook om die reden gestopt met borstvoeding geven. En als de borstvoeding geven nog super goed gaat, ja, dan wil ik nog heel even wachten met te gaan vliegen. Maar ik heb wel weer zin in, hoor. En het komt ook zeker wel weer terug. Zo gaat het dus steeds na het voeden. Ik wilde het heel even laten zien, maar ik vind het niet heel leuk om het te vloggen, dus ik ga weer. Zo, nou, ik zit in de auto. Ik zit even naast Jax. Daar zit hij. Hey. Bart is heel even Jola naar turn aan het brengen, naar binnen aan het brengen. We waren met z'n allen naar de huisarts. En ze heeft echt heel erg even de tijd genomen om te kijken naar Jax, wat er met hem aan de hand is. De huisarts denkt ook aan reflux, maar ja, qua behandelen hoeft ze er niet veel aan te doen, want hij groeit gewoon goed. Er is eigenlijk niet zoveel aan te doen.
Maar we zijn wel doorverwezen naar een fysio. Dus ik ben heel erg benieuwd en die ga ik nu even bellen voor een afspraak. Nou, weer even een update van dit reflux verhaal. Ik heb nu dus een afspraak gemaakt met kinderfysio. Die komt dinsdag langs en dan komen ze met ons bespreken hoe of wat. Misschien dingetjes met Jax doen. Ik heb er eigenlijk geen verstand van of ervaring mee. Dus we zullen het zien. Ik hoop in ieder geval heel erg dat het helpt. Het is wel eentje die is echt door meerdere mensen is aanbevolen bij mij. Dus ik ben er echt wel zeker van dat het in ieder geval nuttig gaat zijn. Ik heb ook die weer even extra gekocht voor de afgekolfde melk. Want ik blijf natuurlijk wel gewoon borstvoeding geven. Maar de borstvoeding die ik afkolf en in een flesje geef, dat is er sowieso één per dag. En ik heb deze net ook gekocht. Dit is biologische... Ik ga op zoek naar een spin, ja? Ja, die fractie. 1, 2, 3. Biologische Johannes broodpitmeel. Die had ik via Instagram van een volger doorgestuurd gekregen. Thanks voor de tip. Ben ik heel blij mee. Heb ik net bij de bio-shop gekocht. En dan ga ik nu op zoek naar een goede space. Zodat ik de afgekolfde melk daarmee kan mengen. Dat is het plan voor nu. En dat heb ik dus ook vandaag op Instagram gevraagd. Ja, die hebben we al eens gehad. En daarvoor krijg ik heel veel tips voor de 1, 2, 3 van Difrax. En die schijnt dus ook op de Dr. Brown te kunnen. Oh ja, hier. Difrax 1, 2, 3. Maar die is toch veel te groot voor op die. Oh, dan moet ik zeker weer de grote fles van Dr. Brown hebben. Fase 2. Die kan ik ook nemen. Fase 2. Dat zei Celine. Zei Celine? Ja, ik neem die wel gewoon alle twee mee. Jawel, jawel. Jax die slaapt vandaag dus al voor de tweede keer. Heel eventjes in zijn eigen kamertje. Bart is beneden het eten aan het maken met Jola. En echt halleluja dat ik 10 minuutjes kan liggen. Dus vandaag heeft hij denk ik wel 2 uurtjes geslapen overdag. Maar ja, dan kan ik natuurlijk wel meteen zelf gaan slapen. Maar dat kan ik niet, want dan heb ik weer te veel dingen te doen. Want op het moment dat hij huilt ben ik heel veel met hem bezig. Op het moment dat hij wakker is en niet huilt, dat is er bijna niet. Dat vliegt voorbij, die momenten. Dan zit je bijvoorbeeld bij de dokter. Of loop je in de supermarkt. En de andere momenten huilt hij. Dus dan heb ik zo'n hele gespannen gevoel. En ja, als hij dan heel even slaapt, dan moet ik echt even mijn dingetjes doen. Dus het komt er gewoon echt niet van om te rusten. I know, het is stom, maar ik weet het gewoon niet in te plannen. Mijn fout, mijn struggle. Ja, maar goed. Ik ga nu heel even 10 minuutjes gewoon zo ogen dicht doen. Trouwens ook vet irritant dat wij continu vergeten om een Velux raam ding voor het raam te bestellen. Het is vet licht hier. Je kan niet eens overdag slapen als jullie dat willen. Trouwens, ik wel. Ik kan overal slapen op dit moment. Voor mij maakt het niet uit. Maar voor Jack zal het wel beter zijn. Want ik heb het idee dat hij ook vroeger wakker wordt doordat het zo snel licht wordt. Hij ligt natuurlijk gewoon naast me. Hier, zo. Het was de bedoeling om dit nog omlaag te doen trouwens. Maar ja, het enige wat ik hoef te doen is dit. Om hem op te pakken s'nachts. Dat kan best wel. Ja. Nou, dat was de info voor nu. Later. Als Bart straks thuis komt, gaat hij de afgekolfde melk geven. Dus dan wil ik even zorgen dat alle flesjes weer clean zijn. Zo, bijna klaar om naar bed te gaan. Lekker vroeg. Ik heb Jax bij me. Verschoningsspullen, kolfapparaat, vitamine voor Jax, peentje, bedje en mijn bed. Bart is sporten, dus oh ja, mezelf moet ik nog doen. Ik moet nog mijn tanden poetsen en zo. Nou, kan ik dat met hem hier laten liggen? Vind ik heel moeilijk.
Nou, die tandenpoetsen, dat laat ik nog maar even zitten. Zo, hierbij nog heel eventjes een update. Het is inmiddels alweer zaterdag. Maar mijn vlogs lopen altijd een week achter. En ik kreeg zoveel reacties op Instagram. Dat ik dacht, ik ga toch heel eventjes alvast in deze vlog vertellen hoe het inmiddels gaat met de reflux. Blijkbaar is dat iets wat heel erg veel speelt bij baby's en andere ouders. Ja, er is heel veel over te zeggen. Het kan ook natuurlijk gewoon zijn dat het kindje wat borstvoeding krijgt wat meer drinkt dan dat nodig heeft en dat daardoor wat meer terug spuugt. En dat kan weer te maken hebben dat ik veel productie heb of niet. Je weet het niet. Dus in ieder geval uit de onzekerheid zijn we toch weer een paar keer gaan kolven. Wat we toen hebben gedaan is dus de Johannes pitmeel, hoe noem je het ook alweer? Johannes brood pitmeel aan toegevoegd. Dankjewel trouwens voor de handige tip. Want ik kreeg op Instagram ook nog een tip van iemand om dat dus te doen met de biologische. Nou, helemaal goed. Thanks. We doen het alleen 's avonds. Want ik heb dus echt geen zin om de hele dag te gaan kolven. Als je babytje niet veel huilt en veel slaapt, dan kun je wel makkelijk tussendoor kolven. Maar Jax die huilt zoveel dat ik niet de rust kan vinden om overdag zomaar wanneer Bart aan het werk is te gaan kolven. Dus dat doen we dan in de avond. Dan kolf ik en tegelijkertijd geeft Bart de afgekofte melk van de avond ervoor met die Johannes brood pitmeel erin. Zodat het wat dikker is. Dat doen we dan met de Speen 2 van Dr. Brown fles. En dat gaat goed. Dus dat houden we nu gewoon eventjes aan. Ik heb wel het idee dat hij er ook weer meer krampjes van krijgt. Dat schijnt dus dat je daar weer even doorheen moet. Maar ja, nu doen we het dus nog maar één keer per dag. En we wachten gewoon even dinsdag af. Want dan hebben we dus afspraak met de fysio. En woensdag hebben we weer een afspraak bij het consultatiebureau. Dus die twee dingetjes die wacht ik gewoon even af. En tot dan blijf ik het gewoon zo doen. Met de borstvoeding en dan alleen met die avondvoeding dat toevoegen. Het is wat allemaal jongens. Een bebé. Het is het allemaal waard. Echt waar. Believe me. Zie me alsjeblieft niet als iemand die klaagt of zo. Maar ik wil wel de real deal laten zien hoe ik het meemaak. En wat er allemaal gebeurt op dit moment. Dus ja. Nogal wisselvallig, hè? Nou ja, goed. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en dit heel lange verhaal. Tot de volgende keer. Niet vergeten te abonneren als je nog niet bent. Het is gratis. Thank you. Bye bye. Rock that joint.